Het masterplan moest het centrum van Deurne een nieuw kloppend hart bezorgen. De winkelstraten zouden nieuw leven ingeblazen worden en er zou ook een grote ondergrondse parking komen onder de Frank Kraaibeckslaan. Maar die plannen verdwijnen dus van tafel, tot groot ongenoegen van een groot deel van de plaatselijke winkeliers en ook het voormalige bestuur dat nu de oppositie voert. Zij hadden in de vorige legislatuur 200.000 euro geïnvesteerd in het masterplan. Ik vind dit, als het zo is, uitermate onverstandig en onbegrijpelijk. Ik hoop dat zij het masterplan ook eens echt gaan bestuderen en zullen inzien dat dit een goede zaak is voor Deurne. Ik denk dat je dat een beetje meer in een context moet plaatsen. Er zijn bepaalde aspecten die dat wij ervan hebben teruggefloten. Wat ook logisch is, denk ik. De kiezer heeft dat een beetje mee gekozen vorig jaar in oktober. Dus op gebied van parkeerdruk en van mobiliteit bekijken wij het een beetje anders. Maar alle zaken die dat positief en goed zijn, die dat wij ook heel waardevolle zaken vinden, die gaan wij gewoon meenemen. Tijdens de vorige legislatuur werd unaniem voor het masterplan gestemd door het lokale bestuur, met dus ook de goedkeuring van de N-VA. Maar sindsdien is er veel veranderd, zegt Wouters. Hij noemt het masterplan in zijn oorspronkelijke vorm te ambitieus en dus niet haalbaar. Op dit moment is dat eigenlijk niet te betalen gewoon. Dus iedereen moet een tering naar de nering zetten. Ik ben daar volledig mee akkoord. Ik ben blij, die is camionchauffeur ook blijkbaar. Dus nee, dat is echt wel heel belangrijk. Dat wij ook fatsoenlijk met de mensen hun centen omgaan. Het is plannen op termijn. Niet alles moet uitgevoerd worden in één jaar tijd, hè, 10, 15 jaar. Ten tweede was er geld voor gespaard. Hè, en ten derde vind ik dat 76.000 inwoners Deurne, dat die echt wel een centrum verdienen.